Vincent van Gogh heeft het sombere palet van Lune en de Borinage achter zich gelaten. De leven krijgt weer wat kleur als hij hier in Parijs bij het Gare du Nord aankomt. En de bedoeling is dat hij met Theo, die al langer in Parijs woont, zal gaan wonen. Ze zullen een appartement delen en de bedoeling is dat hij schilderijen zal gaan maken die Theo gaat verkopen. Maar hij komt 4 maanden eerder aan dan was afgesproken. Theo is er nog helemaal niet klaar voor. Maar hoe ging dat dan? Want dan stond hij hier dus niet met open armen te wachten.